Na al dat gepiel in de polder ga ik een weekje voeren op grootwater. En dan heb ik het over heel groot water. Misschien dat het hier beter lukt. Ik ga alleen vissen in de ochtend en in de middag. Want nachtvissen, dat doe ik al bijna 25 jaar niet meer. Ik ga alleen korte sessies vissen, dus in plaats van 5 kilo roestvrij staal en 2 herriemakers neem ik alleen een aluminium driepootje mee. Heb ik iets om naar te kijken aan de waterkant. Ik ben klaar voor de eerste sessie. Het was eigenlijk de bedoeling om vanochtend vroeg te gaan vissen, maar toen stortregende het. Dus het is 1 uur 's middags geworden. Nou, op een afstandje ziet het er allemaal uit als Peppy is aan het palingen. En dat is precies wat ik wil. Ik zit niet te wachten op pottenkijkers op deze stek. Helaas geen karper, maar wel een hele mooie winde van 52 centimeter. Even braaf knikken en dan dubbel slaan. Meer vraag ik niet. Nou, op deze stek zitten ze ook. Windes. Binnen 5 minuten. Ik ben echt net hier. Nou, wel leuk, maar geen karper, hè? Nog steeds. Volhouden! Ik ben best een beetje teleurgesteld. Want het gaat hier al net als op die eerste stek. Alleen winden. En alleen op de Chotrick. Op de Snowman heb ik helemaal geen beet gekregen. Op de vorige stek ook al niet. Heel vreemd. Maar ja, hoe dan ook. Karper heeft zich nog niet gemeld hier. Ik ga het de volgende keer maar eens 's ochtends vroeg proberen. Kijken of ze er dan wel zijn. Tot de volgende keer. Vanochtend vroeg stortregende het weer eens. Dus ik ben toch maar weer 's middags gegaan. Nou, ik heb de eerste bui alweer op mijn kop gehad. Laten we hopen dat het 3 keer scheepsrecht is en dat ik vandaag wat vang. Die heb ik net gehad. En genoeg is genoeg. Ik ben 3,5 uur verder
En dit gaat het niet worden. Ik vang hier alleen maar winden op de boilies. Geen karper. En dat na 3 sessies. Wel korte, maar toch. Ik zal een andere stek moeten gaan zoeken. De derde stek is moeilijk te bereiken. Dat heeft zo zijn voordelen. Dit is helemaal mijn visserij. Een prachtige omgeving. Ik heb hier niet eerder gevist. Ik heb ook niet gevoerd. Ik ga gewoon heel arrogant proberen met boilies. En een voerkorfje. Dan is elke aanbeet een verrassing. Mijn korte sessies op groot openbaar water zijn geen succes geworden. Ik heb nog nooit zo vaak achter elkaar geblankt. Ik ga verder met plan B op afgesloten water. Ik ben op een stek beland waar ik al een paar jaar niet ben geweest. Vroeger was dit een vliegvissersparadijs. Totdat de aalscholvers de ruisvorens ontdekten. Toen was het in 2 winters afgelopen. Heel weinig karper hier, dat weet ik. Ook heel weinig brasem altijd. Maar goed, ik ben toch wel benieuwd hoe het zich hier ontwikkeld heeft. Dus ik ga een middagje vissen hier. Een belangrijk onderdeel van plan B is de aasaanbieding. In dit geval vis ik met een naked shot, zoals je kan zien. Met een pop-up. Met tutti frutti smaak. En in plaats van een eind lood gebruik ik een speedkorf. Met boiliekruim en gestampte mais. Op de andere hengel ga ik gewoon lekker freelinen met een snowman. Ik hoop dat het werkt. De snowman vis ik ondersteboven. Omdat ik het gevoel heb dat hij dan beter indraait. Ik kan het overigens niet bewijzen. Het is maar een gevoel. Deze stek gaat het niet worden. Alleen aanbeten van kleine voren en geen teken van andere vis. Laat staan karper. Plan B begint met mooi weer op een mooi watertje van 30 hectare. Als het hier niks wordt, dan kan ik altijd nog uitwijken naar een zandafgraving van 7 hectare. Eindelijk een karper. En een mooie vis. Het slechte voorjaar is dan meteen vergeten.
Ja, leuke vis. Bedankt voor de sport. Ik ga je terugzetten. Nou, daar ga je weer. Terug in je element. Bedankt voor de sport.